Dit is het wintersportweerbericht van Snowplaza. Met gisteren in de Alpen vaak bewolking. Een storing kwam naderbij en die heeft voor neerslag gezorgd. Op veel plaatsen viel er sneeuw, maar in de dalen uiteraard ook wat regen. Dat zien we ook voor vandaag met een afnemende neerslagkans in de loop van de dag. Dinsdag gaat de zon weer schijnen, maar later op dinsdag toch weer sneeuwkansen, met name in de westelijke Alpen. Maar eerst de maandag met nog steeds wat regen en sneeuw in Frankrijk. Lokaal kan tot 10 centimeter vallen met een sneeuwgrens die zo rond de 1500 meter ligt. In Zwitserland zijn de neerslaghoeveelheden minder groot, is de zonkans wat groter en zijn het vooral buien die de neerslag brengen met tussendoor ook ruimte voor wat zon. Het is wel aan de zachte kant. In Italië een paar millimeter regen in de dalen, een paar centimeter hogerop met vrij veel wolken en de zon heeft niet zoveel kans. De zon doet het wat beter in Oostenrijk, met name aan de noordflank van de Alpen. Maar ook in Oostenrijk kunnen nog een paar millimeters of centimeters regen vallen met een sneeuwgrens rond de 1500 meter. Dinsdag dan op veel plaatsen droog weer met veel zon in Oostenrijk. Later op de dag een toenemende kans op neerslag, vooral in Frankrijk en het westen van Italië. En woensdag is de neerslagkans dan weer groter in het hele Alpengebied. Alleen het oosten van Oostenrijk houdt het ook dan nog droog. Ik ben Marco Verhoef.